met omgaan met breekbare spullen. En Els, waar gaan we het vandaag over hebben? Ja, breekbare spullen, daar moeten we natuurlijk ontzettend mee oppassen. Want het komt nogal eens voor dat ze stuk gaan. En er willen ook nogal eens beschadigingen optreden. Maar laten we intussen eens even gaan kijken hoe Willem het een en ander vergaat in Doetinchem. Willem? Ja, Els, Coco, het is hier werkelijk een bedoeling van je wel. De mensen komen af en aan. Ik heb al verschillende breekbare spullen gezien. Ik heb al 14 dingen kapot. Oeps, daar gaat weer wat. Jongens, kijk toch uit met die spullen. Els, als er nieuws is, kom ik weer bij je terug. Ik zou zeggen, even terug naar jou. Ja, en ik heb inmiddels contact gekregen met een deskundige en die zit in Barcelona. En daar ga ik samen met Coco eens even wat vragen aan stellen. Allereerst wilde ik u vragen, wat kunnen we doen om het soort catastrofes te voorkomen zoals we die net bij Willem zagen? Ja, het eerste wat zich opdringt is natuurlijk de voorzichtigheid. Daar kan ik heel duidelijk over zijn. Maar er komt natuurlijk ook een stuk besef bij kijken. Goed weten en je realiseren welke spullen wel en welke niet in deze specifieke categorie vallen. Maar het blijft natuurlijk altijd oppassen, want niet alle spullen die er solide uitzien zijn per definitie niet breekbaar. Zeker niet. Sommige breekbare spullen zijn breekbaarder dan andere breekbare spullen. Mag ik het zo samenvatten? Dat mag u wel, maar daar klopt geen jota van. Kijk, het is heel simpel. Laat die spullen nou toch niet stuk gaan. Dat is gewoon eeuwig zonde. Ja, en sommige mensen hebben er ook veel geld voor betaald, hè? Voor een vaas of iets anders breekbaars. Dat is ook zo. Maar laten we nou toch in Nederland proberen met z'n allen die spullen heel te houden. Zo moeilijk kan dat toch niet zijn. Ja, ik hoor dat er bij Willem iets aan de hand is. Willem! Ja, inderdaad, Els, Coco. Het is hier werkelijk ongelofelijk. Een heksenketel. Ik heb hier kapotte spullen gezien. Ik heb hier spullen gezien die stuk zijn. Sommige zijn gebroken. Ik heb gebarsten stukken gezien. Het is hier werkelijk niets is hier Willem, meer te repareren, Willem. Lijkt het wel. Zeg, Willem. Sorry. Ja, dankjewel, Willem. Oké. Okay. Zeg Coco, ik begin me toch af te vragen hoe lang we dit programma nog volhouden. Ja, Elsje haalt me de woorden uit de mond. Ik heb ook het idee dat wat we doen volkomen nutteloos is. Kunnen we het nog terugdraaien, denk je? We zitten er middenin, Els. Zullen we het hier dan maar bij laten? Dat is wel het minste wat we kunnen doen, hè, Els. Nou dan.